Stel voor dat we starten. Dus welkom op deze sessie. Die gaat over hoe we medewerkers eigenlijk in de toekomst tevreden en productief aan het werk kunnen houden. Donc bienvenue à cette session qui porte sur comment à l'avenir garder les collaborateurs heureux et productifs au travail. Bedoeling is vandaag om vooral een panelgesprek te hebben. Een panelgesprek met een aantal experten die we uitgenodigd hebben, daarover straks meer. Maar we gaan meteen eigenlijk starten met een korte inleiding op dat panel. Et pour cette petite introduction, ça va porter sur le travail en 2030. Donc, on va regarder un peu le jour de travail en 2030. Voilà. Vooruitkijken. Als je vooruitkijkt, begin je beter ook eens met eerst eens terug te kijken. Dus wat gaan we ook doen? We gaan eens terugkijken naar 2010. 2010 is 10 jaar geleden, exact 10 jaar geleden. En 10 jaar geleden was onze premier nog Yves Leterme. Die heeft toen ontslag genomen 10 jaar geleden. Het was ook zo dat de Arabische lente toen begon. De Arabische lente, die momenteel, je kent allemaal de afloop ervan in de verschillende landen en vooral de desastreuze afloop in sommige landen. En 2010, il y avait aussi le salon des voitures et là, les premières voitures électriques étaient lancées. C'était que des prototypes, ils n'étaient pas encore sur le marché. Pour montrer le premier Tesla, le Tesla Model S, était lancé en 2012. Donc en 2010, il n'y avait pas encore de Tesla sur nos routes. Donc, il y avait seulement des prototypes. Aussi très important, en 2010, très important pour le travail, SharePoint 2010 était lancé. Et avec SharePoint 2010, c'était pour la première fois possible de travailler avec plusieurs personnes au même document. Donc ça date aussi de 2010. Donc, vous voyez, donc, dans 10 ans, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Il y a encore une photo d'Obama chez NASA. Et Obama a promis en 2010 qu'en 2030, il y a avoir des personnes sur Mars. Donc, ça, on va voir dans 10 ans. Ik wil mijn uitspraak eigenlijk van Bill Gates eventjes tonen. Die zegt altijd dat we overschatten de verandering die in de volgende 2 jaar gaat gebeuren. Altijd gaan overschatten. Maar de verandering die in de komende 10 jaar gaat gebeuren, gaan we onderschatten. En die maand aan eigenlijk tot actie. Het is heel belangrijk. Ik heb hier een vreemde boodschap. Hoort iedereen mij nog? Ja, oké. Okay. Nu opnieuw wel, maar je was even weg. Ja, wel, ik kreeg hier een boodschap. Dus het belangrijk van mee te zijn en niet af te wachten. Mee actief de ontwikkelingen te volgen. We hebben de vraag gesteld ook eigenlijk. We hebben een enquête gevoerd bij meer dan 13.000 ambtenaren. En daar hebben we rond de crisis, en daar hebben we de vraag gesteld: de quelle manière espérez-vous que la crise du coronavirus aura un impact durable sur le travail? Et là, on voit que plus que presque 90%, donc 89%, disent qu'ils veulent une augmentation de télétravail. Donc, ça, c'était la réponse la plus importante. Deuxièmement, ils veulent aussi une plus grande attention au bien-être. Donc là aussi, on voit 67% qui disent que c'est important. La troisième et la quatrième réponse sont un peu la même chose, un focus sur l'importance de l'autonomie et aussi une plus grande confiance de la part du dirigeant. Donc ça aussi, quelque chose qui va devenir plus important pour les gens dans le futur. Donc, we hopen dat ook werkelijkheid wordt. Hè. We weten nu dat telewerk, dat daar heel wat werk rond gebeurt in verschillende werkgroepen. Welzijn is ook wel een thema wat dat heel sterk onder de aandacht ligt. En focus op autonomie is ook iets wat bijvoorbeeld in de federale visie op leiderschap nu staat.
ik heb de kans gehad om een teletijdmachine eens te gaan bezichtigen. En ik mocht daar even gaan experimenteren. Dus ik ging naar die teletijdmachine, ik ging daar inzitten en ik mocht eventjes naar 2030 gaan. Ik mocht even vooruit in de tijd. En ik had eigenlijk de kans om een dagje mee te draaien, om eens te kijken hoe dat het ging in 2030. En ik mocht geen foto's nemen, maar ik heb toch één foto genomen. En dat was een foto van de agenda van Mark. Agenda van Mark was Mark een ambtenaar in 2030. En dit was de agenda van Mark in 2030. Donc, Marc commence à 8h30, hein, comme beaucoup de fonctionnaires maintenant. Il commence à vérifier ses messages de communication. Après, il y a une réunion entre l'SPF Emploi, l'SPF Santé Publique, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles sur les fonctions de pénurie dans le soin, secteur du soin. À 10h30, il a son trajet vers le bâtiment fédéral 2. Et là, il va, pendant ce trajet, il va préparer sa présentation pour le lendemain, pour le DIRCOM. À 11h30, il a un meeting chez l'SPF Mobilité sur le cadre réglementaire des voitures autonomes. Et à 12h30, heureusement, en 2030, ils ont aussi encore des lunch breaks, parce que ça me semble aussi important. Et tu vois, son team, il est assez divers. Il a Mohamed, Elodia et Svetlana qui... font partie de son équipe. À 1h, il y a un équipe projet sur, sur une collaboration internationale et à 2h, il prend déjà le train, la voiture, ça on ne sait pas, le trajet à la maison et pendant ce trajet, il vérifie aussi les messages de communication et finit sa présentation pour le DIRCOM. Waarom? Ik ga nu een aantal dingen van Mark, ik ga daar nu eventjes op inzoomen, wat dat zou kunnen betekenen. Want goed, ik heb niet alles gezien in 2030. Ik heb bijvoorbeeld in zijn agenda gezien het checken van communicatieberichten. Wij zetten in onze agenda checken e-mails. Dus ik hoop dat de e-mail in 2030 dan afgeschaft is. Mais malheureusement, ça va vraisemblablement pas être le cas. Parce que normalement, l'e-mail ça va encore augmenter. Certainement jusque 2022. Dus e-mail gaat zeker niet verdwijnen. Er zijn wel een aantal voorspellingen rond e-mail dat er gaat gebeuren in de toekomst. E-mail zal lichter worden, slimmer worden. Meer het idee van berichtjes uit te wisselen, sneller berichtjes uit te wisselen. Meer platformen ook om berichten uit te wisselen. Nu is e-mail gelinkt aan Outlook. Misschien gaat e-mail dan gelinkt zijn aan bepaalde apps. De CC en de BCC, de mails die niemand echt wilt krijgen, die zullen verminderen en gaan meer sharen. Een commentfunctie voor te forwarden wordt ook voorspeld. En meer mensen die zich kunnen inschrijven voor bepaalde mails of voor bepaalde groepen, zoals dat nu bijvoorbeeld is voor... nieuwsbrieven zou je ook bijvoorbeeld kunnen inschrijven voor mails voor een bepaald projectteam, bijvoorbeeld. Donc, ça, c'est un peu les prédictions concernant le mail. Est-ce que, mais Marc a dit que, bon, ce sont des messages de communication, c'est pas le mail qui va checker. Donc, il y a aussi sans doute des autres messages de communication. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas faire la prédiction des autres messages de communication, mais on peut regarder ce qui existe déjà maintenant. Et maintenant, je ne sais pas si les gens connaissent WeChat. WeChat, c'est en fait une application sur GSM et tablette chinois. Une application chinoise et il y a, c'est un peu comme WhatsApp. Donc, chatter, c'est possible. Aussi, enregistrer des voix, appeler des gens, appeler avec vidéo. Mais c'est aussi possible de garder son ligne de temps comme Facebook. C'est aussi possible de réserver un taxi, un repas ou des courses. Donc, comme Uber, par exemple, qui a cette application. Vous pouvez payer avec WeChat. Ça, c'est aussi possible. Donc, c'est aussi une application pour payer. Pour rencontrer des gens comme Tinder, c'est aussi... vous pouvez aussi acheter, par exemple, des cartes de train, des cartes des tickets d'avion. Et comme booking.com, vous pouvez aussi réserver des hôtels. Donc, avec cette application chinoise,
vous pouvez presque faire presque tout. Donc, ça, c'est peut-être une évolution qu'on va connaître ici aussi. Daarnaast zijn er telepresence robots dat nu al in ziekenhuizen veel gebruikt worden. Dus dokters die op robots staan en mensen, verpleegsters, zo kunnen die gaan raadplegen en de dokter kan van op afstand zo consultaties gaan uitvoeren. Dus wie weet rijdt er binnenkort in onze administratie ook een robot rond die onze baas dan vertegenwoordigt. Goed, terug naar Mark. Mark, wat me opvalt bij Mark, die heeft een meeting met Fotoazo, daarmee dan een meeting met Fotmobiliteit en daarna een projectteam over internationale samenwerking. Hij zit ook samen met Vlaanderen. Ik vroeg me eigenlijk af, waar werkt Mark nu eigenlijk? Nu, Mark werkt niet meer bij een organisatie. Mark werkt niet meer bij een federale organisatie. De predictie is eigenlijk dat de grenzen tussen organisaties zullen vervagen, grenzen zullen tussen teams zullen vervagen en mensen meer rollen gaan opnemen in projectteams. Ze noemen dat ook de flexible blended workforce. Er gaat een talentdatabank zijn en organisaties kunnen tijdelijk een bepaalde job laten invullen door die databank. Ze zullen zeggen, oké, dat is ver van mijn bed voor de federale overheid. Ja, misschien wel, maar in Nederland werken ze bijvoorbeeld al met hybride teams in een GovCloud. En de GovCloud is dan niet zoals bij ons de GovCloud, de digitale GovCloud, maar echt een soort van groep van mensen die eigenlijk gedeeltelijk bestaan uit vaste medewerkers die op projectbasis aan diverse programma's gaan meewerken. Dus mensen, die hybride teams, zijn niet meer gebonden aan administratie in Nederland. Het geeft inderdaad, om eens te reageren op een van de reacties in de chat, het kan inderdaad voor onze complexe taalstructuur nogal wat problemen opleveren en het zal een hele uitdaging zijn om dat binnen de federale of binnen de overheid in België te implementeren. Maar goed, de freelance revolution wordt het ook genoemd in Forbes, ook nog een interessant artikel in 2019. We gaan meewerken met freelancers. Zal dat bij ons ook zo zijn? Dat is af te wachten. Dat zullen we zien over 10 jaar, waar we misschien nog eens een COVID-aftershock zullen organiseren 10 jaar later. Wat wel zo is, is de flexibiliteit en de autonomie. La flexibilité et l'autonomie devient de plus en plus important. Ici, il y a un passage de la vision fédérale sur le leadership qui dit que votre connaissance de vous-même vous rend conscient de votre propre être, de votre propre manière de travailler et penser. Cela vous rend capable de relever des défis, de donner une direction, de prendre des décisions courageuses et d'ouvrir le dialogue pour ce qui prête à la discussion. Donc ici, vous voyez que l'autonomie, ça devient vraiment une des valeurs les plus importantes pour l'administration fédérale de l'avenir. Est-ce que l'autonomie, ça veut dire qu'on va tous avoir des équipes autogérées? Non, on a un continuum là-bas. Donc, il y a sans doute encore des équipes qui vont travailler comme des groupes de travail traditionnels avec un chef et chacun à son boulot. Mais il y a différentes formes d'autonomie qui sont possibles. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui doit être pris en compte quand on travaille à l'avenir. Autre question, c'est est-ce que les fonctions vont disparaître? Et là, je dirais plutôt oui. Als we zien dat bijvoorbeeld een studie van de OESO en ook een studie van de ING heeft aangetoond dat 97%, dus bijna alle administratieve jobs, zullen geautomatiseerd worden in de toekomst. Voor de federale overheid wil dat zeggen dat dat gaat om ongeveer 25.000 jobs. Dat zijn mensen die nu dossierbeheerder zijn of in secretariaatsfunctie zitten. En die 25.000 is misschien zelfs nog een onderschatting. Dat is 85% van alle jobs in niveau C en niveau D. Dus dat is denk ik wel heel belangrijk om daar klaar voor te zijn. Om te weten van, oké, jobs zullen veranderen. Degenen die vanmorgen meegevolgd hebben, hebben ook die core skills voor de public sector innovation gezien van de optie. En dus dat er andere competenties belangrijk worden. Et est-ce qu'on est prêt pour les autres compétences? Est-ce que les gens qui sont maintenant dans le fédéral ont les autres compétences? Est-ce qu'on peut les engager? Est-ce qu'on a les formations pour former les gens pour obtenir ces nouvelles compétences?
U ziet daar ook nog een grafiek van de fastest growing occupations. Dus daar staat bijvoorbeeld geen enkele functie in die heel populair is binnen de federale overheid nu. Oké, we zullen misschien geen windturbine-techniekers hebben, maar mensen die instaan voor welzijn, voor zorg, mensen die goed zijn in data, wordt het toch wel altijd belangrijker. Ik ga nog eens terug naar Mark. De werkdag van Mark. En wat zien we? Die Mark die gaat tijdens zijn traject werken. Die gaat tijdens zijn traject, is eigenlijk werktijd. Dus iets wat dan we ook al zien nu, die anyplace, anywhere, anyhow. Telewerk is daar een heel belangrijke hefboom in. Wanneer we weer naar onze enquête teruggaan rond telewerk, waar dat er meer dan 13.000 ambtenaren hebben deelgenomen, geeft het ideaal aantal dagen telewerk, geeft 38% aan dat dat 3 dagen per week is. En 33% aangaf dat dat 2 dagen per week is. Daar bijvoorbeeld we vanmorgen onze minister gehoord, die toch mikt op die 2 dagen per week. Misschien is het wel nodig om voor sommige groepen hoger te mikken dan die 2 dagen per week. Werken tijdens het traject. Iedereen weet wel hoe moeilijk dat het is bij ons om de trein te werken. In Duitsland, Zwitserland, Luxemburg, delen van Frankrijk. En in Nederland is er bijvoorbeeld wel wifi op de treinen, bij ons nog niet. In MBS wil er niet aan beginnen, blijkbaar. Maar is het nog nodig, wifi op de treinen? De eerste 5G-laptop is nu op de markt. Dus u kan gerust nu een laptop kopen met 5G. 5G zal er in 2030 wel zijn en dan comfortabel werken op de trein. Office on Wheels was ook een van die projecten. Een bus waar die de mensen ophalen, waar je direct kon mee beginnen werken, heeft niet zo'n succes gehad. Colruyt heeft dat proberen in te voeren, was niet een heel groot succes. Et là, le dernier, son les voitures autonomes. Donc maintenant, on a regardé à 2010. En 2010, on avait des prototypes pour les voitures électriques. Maintenant, 10 ans plus tard, on voit que les voitures électriques sont déjà sur la route. Maintenant, pour l'instant, il y a déjà des prototypes pour les voitures autonomes. Peut-être dans 10 ans, il y a aussi des voitures autonomes sur nos routes. Et à ce moment-là, les gens peuvent déjà travailler dans leur propre voiture. Voilà. Mark gaat ook niet naar het gebouw van een FOT, want hij werkt eigenlijk niet meer bij een FOT. Hij gaat naar het federaal overheidsgebouw 2. Dat wil zeggen dat er ook nog een gebouw 1 zal zijn. Het kantoor van de toekomst is daar een beetje de uitdaging van oké, het gaat meer telewerk zijn, wij gaan overal gaan werken, maar hoe moet het kantoor van de toekomst eruit zien? On a dans le réseau des directeurs PIO plusieurs groupes de télétravail maintenant qui sont déjà en train de réfléchir sur des bâtiments interopérables ensemble avec la régie des bâtiments, que pas chaque PF, chaque SPF va avoir leur propre bâtiment. Aussi, une autre question, c'est quelles activités est-ce qu'on va encore faire sur lieu de travail, sur les bureaux, et quelles activités est-ce qu'on va faire chez nous ou pendant notre trajet. Ça, c'est aussi une question très importante. Est-ce qu'on a encore besoin de plusieurs bureaux sur le lieu de travail ou est-ce qu'on a besoin de plusieurs endroits pour collaborer, plusieurs salles de réunion et des choses comme ça. HP zegt dan dat de toekomst digitaal wordt, hein? Dat het digitaal en het fysiek in elkaar lopen, dat mensen kunnen vergaderen ter plaatse van op afstand met whiteboards die dan direct gecapteerd worden en digitaal bewaard. En dan ook heel belangrijk, denk ik, de reduce, recycle cirkel, dus de duurzaamheid zal toch ook wel iets worden, zeker met onze huidige minister, dat toch belangrijker wordt in de toekomst. En misschien als jullie de kans hebben om ooit eens naar Living Tomorrow te gaan, daar hebben ze het kantoor van de toekomst geopend. Het tapijt daar in het kantoor van de toekomst is bijvoorbeeld gemaakt van oude visnetten. En die firma geeft bijvoorbeeld vissers in ontwikkelingslanden, geeft die premies als zij visnetten uit het water halen en aan hen geven. En zij verwerken die visnetten dan tot volledig stofvrije en anti-allergische tapijten. Dus bijvoorbeeld een mooi voorbeeld daarvan. Goed, Mark, wat ook opgevallen is al veel onder jullie. Mark werkt van 8:30 tot 15 uur. Dat is misschien ook interessant om eens te bekijken. Est-ce que les semaines de travail vont être plus courtes?
Ça, c'est une question. Chez FEMA, FEMA, c'est une association pour des femmes. Ils ont fait un expériment de travailler 30 heures semaine et la réaction, c'est il y a moins de travail qui est fait, mais c'est plus relax. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est important au niveau bien-être. De gewerkte uren, is ook een interessante grafiek die van Stad Bel komt. Daar zien we bijvoorbeeld een stijging van het aantal gewerkte uren in de dienstensector, dat is de paarse lijn, tot het begin van de crisis, van de huidige COVID-crisis, waar we een enorme neergang krijgen van die curve, wat ook een beetje logisch is. Hè. Mensen werken minder, omdat het minder werk is. Anderzijds is de vraag van, gaat de curve terug hernemen zoals in 2019? Of zal de curve eerder toch die crisis blijven voelen en zullen mensen in de toekomst minder gaan werken? Er zijn ook verschillende experimenten in Zweden met minder werk, waar dat men ziet dat ook de productiviteit per uur wel groeit. Dus dat zijn toch allemaal interessante aspecten om eens in overweging te nemen voor de toekomst van het werk. Het laatste, de lunchbreak, is ook een belangrijke, denk ik, in een werkdag. En de lunchbreak zien we hier een divers team. En we hopen dat er ook Mark een divers team zal hebben in 2030. In de beleidsverklaring van 2020 staat dat de ambtenarij een zo goed mogelijke weerspiegeling moet vormen van onze maatschappij. De doorstroming van vrouwen en kansengroepen naar hogere functies in onze overheidsdiensten moet beter. Et oui, effectivement, si on voit des données de fait de vente, les femmes occupant des fonctions au mandat, on n'est pas encore à 50%. Ça augmente petit à petit, mais on n'est pas encore là. Et il y a même certaines administrations où le nombre de femmes occupant des fonctions à mandat est très, très faible. Donc là, on a encore du boulot à faire. Autre chose, c'est la présence de nombre de immigrants et des personnes d'une origine étrangère. Dus daar zien we bijvoorbeeld dat het aantal mensen met een vreemde herkomst in België in 2016, dat is de laatste cijfers die ik daarover gevonden heb, was dat ongeveer al 1/5 van de populatie. Nu zou dat gaan naar 1/4 tot 1/3. Als ik hier eens de deelnemerslijst bekijk van de sessie vandaag, zie ik toch dat we daar, als ik afga op de namen, toch ook wel nog een hele weg af te leggen hebben als overheid. Bien-être, évidemment, ça est aussi très, très important. Il y a des messages positifs, que les gens qui travaillent plus à la maison sont moins absents. Il y a, c'est à certains qui font une analyse avec 30 000 entreprises, mais il y a aussi des inconvénients, évidemment, avec le télétravail. Je vois ici, par exemple, des réactions dans le chat, de digibeten, les gens qui n'ont pas assez de connaissances digitales. Pour eux, le télétravail, c'est pas toujours évident, par exemple. We zien ook heel veel initiatieven rond welzijn, maar we zien nog altijd, als we de curves van Medex bekijken bijvoorbeeld, dat de grootste groep afwezigheden nog altijd veroorzaakt wordt door psychische afwezigheden, door psychische problemen. En op de tweede plaats staat daar de locomotorische problemen. Dus psychische problemen, burn-out, dat soort dingen, is toch nog altijd een groot probleem binnen de overheid, maar ook binnen het werk in het algemeen. En daar is bijvoorbeeld ook dat belang weer van autonomie, jobcrafting, kan wel iets belangrijk worden. En zoals Jo nu zegt in de chat, preventie is en blijft inderdaad het beste medicijn daarin. Goed, dat was de werkdag van Mark. Om eens kort in te leiden op het panel van vandaag. Ik ga nog met Jacob Morgan eindigen, een van een belangrijke spreker en auteur in het domein. En die zegt, if you don't think about and plan for the future of work, then your organization has no future. Ik denk dat dat ook wel een mooie boodschap is om mee te nemen. Misschien naar het panel. En dit is het panel. Dus we hebben de eer om vijf experten eigenlijk aan het woord
te krijgen. Jeroen Fransen, Eline Moens, Lars van der Kerkhoven, François Pichot en Hans Tont. Ik ga ze niet zelf voorstellen, dat kunnen zij zelf, denk ik, beter dan mij. Dus ik zou willen vragen aan de leden van het panel straks om even het woord te nemen en kort te zeggen wie zij zijn en wat zij eventueel denken over de toekomst van het werk, heel kort. Dan gaan we aan het panel een aantal stellingen voorleggen. We gaan die ook aan het publiek even voorleggen via WooClub. Dus neem allemaal misschien al jullie smartphone even bij de hand voor de stellingen. Nog even enkele afspraken voor het panel. De panelleden kunnen een hand opsteken indien ze het woord willen nemen. Dan geef ik hen het woord als de ander uitgesproken is. Ik ga sowieso voor elke stelling wel een aantal mensen aan het woord laten. Het publiek kan reageren in de chatfunctie. Ik zou ook aan het publiek willen vragen om zeker hun micro af te leggen tijdens het panel, omdat dat nogal storend is. Voor de rest, chacun parle sa propre langue, mais on a demandé, parce qu'il y a un équilibre entre néerlandophone et francophone, on a demandé à M. Hans Dont de réagir en français. Voilà, dat is de eerste, dat is de inleiding voor het panel. Ik geef misschien het woord aan de eerste in het rijtje. Jeroen Fransen, kan je jezelf eens voorstellen en wat denk jij in twee woorden over de toekomst van het werk? Goedemorgen iedereen. Ik ben inderdaad Jeroen Fransen. Ik ben arbeidsmarktexpert voor Technologiefederatie Agoria. En ik heb mij de laatste 3 jaar zo wat bezig gehouden met het analyseren van de impact van digitalisering op de arbeidsmarkt. We hebben die analyse eigenlijk zowel kwantitatief gedaan, dus we hebben een goed idee van de jobs die in aantallen zullen verminderen, maar zeker ook van jobs die in aantallen zullen stijgen. En we hebben dat ook op een kwalitatieve manier gedaan, dus ook op niveau van welke competenties zijn belangrijk, hoe is het huidige beheersingsniveau en hoe zal dat eigenlijk toenemen in de komende jaren. Dat geeft mij een goed zicht op de veranderingen die er op ons staan af te komen. En ik vind misschien de voornaamste dat we eigenlijk in het werken van vandaag, in het functioneren van elke dag, eigenlijk al onze rol van de toekomst zouden moeten voorbereiden. Dus dat we een deel van de gewerkte tijd aan de toekomstige rol moeten wijden, maar mogelijk ook een deel van onze vrije tijd aan de toekomstige inzetbaarheid moeten wijden. We moeten daar veel proactiever mee beginnen omgaan. Oké, dank u wel. Dan gaan we over naar Eline. Ja. Goedemorgen, ik ben dus Eline. Ik ben een tweetal jaar actief als assistent aan de vakgroep Economie van de UGent in het team van arbeidseconom Stijn Baert. Dus ik doe onderwijsondersteuning, maar daarnaast ook onderzoek in het kader van mijn doctoraat. Het onderwerp is daarbij eigenlijk new ways of working, zoals telewerken, maar ook zoals tijdelijk werken en jobhoppen, om dat te gaan linken aan jobtevredenheid. Nu ben ik vooral bezig met telewerken. Ik ben een experiment aan het opzetten om te kijken hoeveel telewerk waard is bij werknemers. En ik heb ook recent enkele bevragingen georganiseerd bij Vlaamse werknemers en Vlaamse werkgevers om te kijken wat de impact is van COVID volgens hen op hun carrière en ook op telewerk. En het is eigenlijk ook vooral vanuit die bevragingen dat ik de stellingen mee ga proberen beantwoorden. Als kernwoord rond het werk van de toekomst zou ik eigenlijk kiezen zelf voor flexibiliteit, voor keuzevrijheid, want ik denk dat een goede job voor iedereen anders is. Dus bijvoorbeeld telewerk, dat is voor velen gaat dat echt als positief geëvalueerd worden, maar voor sommige mensen werkt dat ook totaal niet. En dus zie ik dat eigenlijk als kernwoord voor het werken van de toekomst, flexibiliteit en keuzevrijheid. Oké, dankjewel. Dan gaan we over naar Lars. Goedemorgen iedereen, ik ben Lars van der Kerkhoven. Ik werk bij de FOD Mobiliteit en Vervoer als coördinator van het team Talent Management. Ik sta daarin voor alles wat te maken heeft met soft HR voor onze organisatie. Ik denk dat de toekomst van het werk ligt in digitalisering en flexibiliteit.
maar dat we met die digitalisering en die flexibiliteit ook middelen kunnen vrijmaken om nog een sterkere en meer duurzame overheid te zijn voor onze burgers, zodat we meer kunnen doen door onze middelen beter te gaan inzetten. Oké, dankjewel Lars. Le prochain, c'est François Pichot. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, je suis François Pichot, professeur à l'Université de Liège, où je dirige un petit laboratoire de recherche qui s'appelle le Lantic, qui s'est spécialisé depuis plusieurs années, presque 30 ans en fait, sur les impacts sociaux et organisationnels des nouvelles technologies, des technologies digitales. Donc, on travaille en particulier sur les « new ways of working », un peu comme Méline l'a expliqué, donc télé-work, mais aussi de nouvelles formes de management qui sont liées. Et également, nous avons un gros intérêt sur les nouvelles formes d'emploi qui sont liées au développement de l'économie digitale. On aura sans doute l'occasion d'en reparler, donc les freelancers, le travailleur de plateforme, etc. Donc, et quels sont les enjeux que ça pose, évidemment, en termes de management. Je fais également partie d'un cabinet de conseil à Paris qui s'appelle Entreprise et Personnel et qui est cofinancé par les grandes entreprises du CAC 40 en France et qui est censé réfléchir au futur de la fonction ressources humaines. Donc, toutes les réflexions prospectives m'intéressent beaucoup, hein, de voir comment, quel type de compétences on peut avoir à l'ère de la digitalisation, etc. Donc, ce seront sans doute des thèmes que nous aurons l'occasion de discuter. OK, merci. Et le dernier, c'est M. Hans Dont. Bonjour, donc j'ai compris, puisque je suis le stand-in de mon directeur de ressources humaines, enfin de PNO, Arnaud Vajda, donc je vais faire ma présentation, mon tout petit exposé en français. Simple question, simple constat, c'est que si vous regardez autour de vous maintenant, vous constatez que les fonctions qui existaient il y a 20 ans, peut-être que leur nom existe encore, mais le contenu a complètement changé. Donc, en fait, déjà maintenant, il n'y a plus personne qui fait ce qu'il faisait ou ce qu'elle faisait il y a 20 ans. Et donc, dans 20 ans, les activités que l'on fait aujourd'hui n'existeront plus. Si ce dont nous avons besoin maintenant, surtout, sont des gens qui sont agile et innovatifs, et donc des dirigeants qui encouragent que les gens qu'ils mettent en question les choses et pas des dirigeants qui ont des problèmes avec les gens qui mettent les choses en question. Si nous voulons des collaborateurs contents dans quelques décennies, c'est important de recruter les bons profils maintenant. La flexibilité, l'innovation est extrêmement important. Je crois personnellement moins que nous n'allons travailler qu'avec des freelancers, mais ce qui est clair, c'est qu'il y aura quand même une contraction de l'autorité publique et qu'on travaillera uniquement avec des gens, je dirais, des collaborateurs propres pour les activités qui sont plutôt permanentes. Et d'ailleurs, je crois pour, je dirais, la performance de l'organisation, le plus grand atout, c'est le lien que sentent les gens avec l'organisation. Et donc, je crois que c'est toujours très important d'avoir des gens qui sont liés à l'autorité publique, quel que soit le département. Mais il est clair que leurs missions seront beaucoup plus variables et beaucoup plus flexibles. Donc, en tant qu'employeur, nous devrons quand même faire un effort supplémentaire dans un contexte qui sera de toute façon beaucoup moins résidentiel, avec des gens qui travaillent beaucoup plus à d'autres endroits, que ce soit à la maison ou dans des endroits satellites ou autres. Mais donc, il faudra quand même faire des efforts supplémentaires pour faire un lien supplémentaire ou faire un lien personnel avec nos agents. Et dans la mesure où on demande la flexibilité et on demande, je dirais, de l'innovation, c'est extrêmement important que les agents que nous avons, qui ont des profils traditionnels, et notamment du niveau C et du niveau B, que nous faisons vraiment en tant qu'employeur
des efforts actifs pour les amener à un coaching actif et un accompagnement et les permettre de passer, je dirais, à des niveaux de compétences plus élevés. Et là, je regarde nos amis de Boza. Il faudra certainement commencer à réfléchir aussi à une façon de passer les gens sur base de leurs compétences et non pas sur base d'examens qui sont à la limite isolés de la réalité. Je crois que au niveau notamment du coaching et du upgrading d'une partie de nos collaborateurs, il y a vraiment un défi devant nous. Merci. Ok, daar kan ik het alleen maar eens mee zijn dat wij die uitdaging inderdaad hebben. Goed, dan gaan we nu naar de verschillende stellingen, maar ik ga eerst de mening van het publiek vragen. Dus jullie kunnen deelnemen aan de voting, ofwel via jullie smartphone. En dan moeten jullie de QR-code scannen die nu op jullie scherm staat. Ofwel kunnen jullie ook naar www.booklab.com gaan, /JTDIGO. Normaal gezien ga ik dan de... ik ga ook eens proberen te lanceren. Oké. Jullie zullen nu normaal gezien de eerste vraag hebben. Na de coronacrisis komen we nog maximaal 2 dagen per week naar kantoor, is de eerste vraag. Donc après la crise de la corona, nous venons au bureau au maximum 2 jours par semaine. Daar is het antwoord ja, nee, het zullen meer dan 2 dagen zijn, of nee, het zullen minder dan 2 dagen zijn. Je vais juste peut-être partager les résultats. Voilà. Donc, voilà, il y a quand même des gens qui votent. J'attends encore 5 secondes. Toch nog stemmen. Goed. Mensen blijven stemmen, maar ik denk dat we de tendens wel hebben. Hè. De meesten denken ja of meer dan 2 dagen. En slechts een kleine minderheid denkt minder dan 2 dagen. Dan ga ik misschien beginnen. Hè. Ladies first, zeggen ze altijd. Mijn reactie van Eline. Wat denk jij over deze resultaten en wat denk jij over deze stemming? Ja, dank u. Dus ik denk dat er qua thuiswerk eigenlijk 2 belangrijke zijden zijn die we moeten bekijken. Enerzijds de kant van de werknemer en de andere kant van de werkgever. Ik ga eerst een beetje inzoomen op de kant van de werknemer. Ik denk dat het belangrijk is om als eerste te stellen dat telewerk, of dat positief of negatief geëvalueerd wordt door een werknemer, dat dat afhankelijk is van job tot job en van persoon tot persoon. Uiteraard zijn er jobs die niet geschikt zijn voor telewerk. Sommige jobs lenen zich daar meer toe. Bijvoorbeeld, hoe afhankelijk ben je van anderen in je job? Maar ook de persoonlijke context. Heb je kinderen of niet? Hou je werk en privé graag gescheiden of niet? Dus dat is het eerste wat ik graag al wil meegeven. Dus verplichten is zeker geen goed idee. Voor sommigen werkt het gewoon niet. Maar uit die bevraging dat we hebben gedaan bij Vlaamse werknemers bleek wel dat het telewerk in het algemeen, maar ook verhoogd telewerk, zeer positief werd geëvalueerd. Dus het zou leiden volgens hen zelf tot een job satisfaction in het algemeen, maar ook meer specifiek work-life balance. Ze zouden minder stress ervaren. Ze geven zelf aan dat de kans op burn-out minder zou zijn als ze, door het thuiswerk. En ook zien ze zelf een positief effect op hun efficiëntie en concentratie. Wel moeten we opletten, want ze gaven aan dat ze wel schrik hebben voor minder promotiekansen, ook schrik voor minder feedback te krijgen dan in real life. En ook schrik voor de relatie met collega's en de betrokkenheid met de werkgever. Dus dat zijn zeker een aantal dingen die in het oog moeten gehouden worden bij telewerk. Okay. Als we dan letterlijk vragen van
hoop je meer in de toekomst telewerk te doen en digitaal te vergaderen? Dan geven zij ook aan dat zij dat hopen en dat zij denken dat dat zal gebeuren. En wat uit jullie enquête, jullie bevraging bij de overheid. De bevraging die wij gedaan hebben is bij Vlaamse werknemers, dus niet specifiek overheid. Maar daar kwam er dus ook uit dat zij denken dat dat meer zal voorvallen en zij hopen dat ook meer te doen. De andere kant, dus de kant van de werkgever, want ja, natuurlijk als werknemers dat ideaal vinden, maar werkgevers daar niet voor openstaan, dan zal het ook nooit zijn ingang vinden na de coronacrisis. Dus de kant van de werkgever hebben we ook een enquête gedaan. En daar zien we dat zij ook positief zijn over dat verhoogd telewerk. Zij vinden effectief dat hun werknemers efficiënter zijn, zich beter kunnen concentreren. En bovendien zien zij ook een aantal bedrijfseconomische voordelen, zoals goed personeel kunnen aantrekken, goed personeel kunnen houden, minder ziekteverzuim. Ze zien het ook, was ook een learning uit de enquête, dat ze het zien als geven en nemen. Dus het is eigenlijk, er is sprake van een psychologisch contract. Zij verlenen een gunst ten aanzien van hun werknemer om en te laten thuiswerken om meer aandacht te hebben voor welzijn. En in ruil verwachten zij daar wel een soort van flexibiliteit voor. Maar zij zijn ook wel akkoord met de visie van de werknemers dat er gevaar is om professionele ontwikkeling, dat die minder goed zou zijn als echt op kantoor en die schrik voor promotiekansen. Wat hebben we daaruit geleerd? Dat 2 op 3 van de bevraagden aangeeft dat er technische of technologische veranderingen zijn gebeurd door de coronacrisis. En dat 7 op de 10 ook zegt van door die veranderingen die al zijn doorgevoerd, gaat dat zeker onze beslissingen omtrent telewerk in de toekomst gaan mee bepalen. Als we ook letterlijk vragen van ben je geneigd om je medewerkers meer aan telewerk te laten doen, dan zeggen zij ook ja. Dus dat is 50% bij de eigenaars en 75% bij de andere leidinggevenden zeggen ja, ik wil mijn medewerkers meer aan telewerk laten doen. En dan tot slot over de stelling, over het aantal, de intensiteit, de hoeveelheid van telewerk wil ik ook nog kort iets kwijt. Dus dat is inderdaad een belangrijke. Want de nadelen die ik zojuist heb aangehaald, bijvoorbeeld sociaal contact en zo, die gaan ook meer uitgesproken zijn naarmate er meer gaat getelewerkt worden. Dus dat is heel belangrijk. Er gaat volgens mij sowieso meer getelewerkt worden, want het wordt zowel positief gezien bij vele van de werknemers, ook bij vele van de werkgevers. Maar of dat nu echt maximaal 2 dagen per week naar kantoor gaat zijn, dat laat ik in het midden. Dat gaat ook heel afhankelijk zijn van persoon tot persoon, van job tot job. Dus dat is wel een hele belangrijke, de hoeveelheid dat er getelewerkt wordt. Dat is een belangrijke moderator. Oké. Ik denk dat ook in de chat bijvoorbeeld lezen we hier il faut laisser l'autonomie aux teams quand nombre, pour le nombre de jours de télétravail. On peut aller jusqu'à 4 jours si les équipes sont prêtes pour ça. Lars, ik denk dat jij dat alleen maar kan onderschrijven. Hè? Ja, ik ben ook iemand van de weinigen die de optie 3 gekozen heeft. Dus ik denk dat het minder dan 2 dagen zullen zijn. In de bevraging die gebeurd is in juni, blijkt ook dat bij onze medewerkers van de FOD Mobiliteit en Vervoer 67% van de medewerkers aangeeft dat ze na de huidige gezondheidscrisis 3 of meer dagen zouden willen thuiswerken. Dus onze medewerkers schatten echt wel in dat dat een mogelijkheid is voor hen. En denk dat we ook hen die mogelijkheid moeten kunnen bieden. Dat ten eerste het reglementair kader er moet zijn om dat mogelijk te maken. En ten tweede dat je er ook als teams moet over nadenken hoe je dat kan gaan inpassen. Op dit moment zien we eigenlijk dat het kan. Op dit moment zien we dat heel veel processen, heel veel procedures verder lopen en geen impact ondervinden van dat voltijds thuiswerk. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat het voltijds thuiswerk geen negatieve impact ook kan hebben op dit moment. Dus er moet zeker wel een evenwicht gevonden worden. En dat evenwicht zou kunnen gevonden worden door die kantooromgeving dan anders te gaan inrichten en te zorgen dat die kantooromgeving een ontmoetingsplek is waar mensen graag naartoe komen om samen te zijn, samen te werken. En dan zelf invullen hoe vaak dat gebeurt. 1 keer per week, 2 keer per week. Denk heel veel van ons, denk heel veel mensen die aanwezig zijn nu, zijn ambtenaren. En zullen in het verleden de woon-werkverplaatsing als een sleur aanzien hebben. Terwijl de mensen die nu sporadisch naar kantoor gaan,
misschien ook wel ergens er een plezier in ervaren om die ene keer per week dat ze nu naar kantoor moeten gaan om een aantal zaken te doen, om dat toch te beleven, om terug onderweg te zijn, om terug iemand te zien, een bekend gezicht van op het werk, fysiek te ontmoeten. En ik denk dat ook daar wel de toekomst ligt in de kantoor, het kantoor als ontmoetingsplaats met een nieuwe inrichting. Echt als een plaats die ingericht is om samen te werken. En tegelijk dat we dan het thuiswerk meer gaan ondersteunen, gaan kijken welke middelen de mensen nodig hebben om kwalitatief en ergonomisch en met veel oog voor hun welzijn thuis te kunnen werken. Maar ik acht het echt wel realistisch dat we in de toekomst slechts 1 of 2 keer per week op kantoor zullen werken. Oké. Ik zie ook in de chat dat iemand vraagt wat de meerwaarde is bijvoorbeeld van nog naar kantoor te gaan. En dan krijg ik als reacties dat toch het sociaal contact belangrijk is, maar ook bijvoorbeeld opleiding, on the job opleiding. De sociale contacten zijn toch allemaal aspecten die worden aangehaald om toch nog naar dat kantoor te gaan, de voeling met de collega's. Monsieur Pichot, est-ce que c'est pour vous aussi important cet aspect social pour ne pas travailler 5 jours sur 5 de la maison? Oui, effectivement. Hein, je crois que toutes les enquêtes dont on dispose montrent bien que si globalement les télétravailleurs ont beaucoup apprécié cette période et sont prêts à télétravailler davantage, un des points négatifs qui ressort à peu près dans toutes les enquêtes, c'est effectivement le manque de contact social. Ça se marque particulièrement chez les jeunes générations. Et c'est d'ailleurs un des aspects paradoxaux. Hein, on pourrait penser que les jeunes générations sont plus préparés à un environnement digital et seraient prêts à fonctionner comme cela. Or, on se rend bien compte qu'en fait, finalement, le télétravail nous prive de certains aspects qui sont les liens informels, les lieux de convivialité, les échanges de bonnes pratiques, les conseils, etc., qui sont particulièrement importants pour des jeunes. On se rend bien compte que les cadras, les quinquas, ils sont finalement très à l'aise avec ce qui renverse un peu les idées reçues. Hein. Ils sont très à l'aise avec un environnement de télétravail. Par contre, ceux qui sont un peu newcomers sur le marché du travail, on vient de réaliser par exemple une enquête sur des jeunes qui sont sortis des études et qui entrent dans la vie professionnelle et à qui on dit ben voilà, tu vas pas pouvoir aller dans l'entreprise plus que 3 jours ou 2 jours par semaine. Ils sont très très frustrés de ce manque de contact. Oui, c'est donc une question importante. Je voudrais revenir sur un autre aspect qui me semble très important, c'est du côté management. Hein, parce qu'on a souvent tendance à se focusser sur les télétravailleurs et sur la manière dont ils vivent les choses. C'est très important. Et il y a toutes les questions de charge de travail, de bien-être, etc., dont on va sans doute rediscuter. Mais ce qui me semble important, c'est de discuter aussi du fait que du côté du management des entreprises, on n'est pas toujours très, très bien préparé. Hein, il faut bien se dire que ce qui s'est passé finalement, c'est du jour au lendemain, on est passé à du 100% de télétravail, pas du télétravail à temps partiel, mais du télétravail à 100%, sans préparation, avec des équipements qui n'étaient pas toujours adéquats, etc. Et donc, on a quand même vu un certain nombre d'entreprises dans lesquelles ça a été difficile du côté du management, parce que pas du tout de préparation, du côté notamment de comment j'évalue, comment je contrôle, comment je soutiens mon équipe à distance, etc. Donc, ça pose des tas de questions importantes. Et donc, je trouve que c'est un révélateur de la culture managériale. Donc, il y a des entreprises dans lesquelles on est très prêt à le faire et à se dire, OK, on fait confiance et on est prêt à partir 3 jours, 4 jours par semaine en télétravail, et d'autres dans lesquelles il y a énormément de réticence du côté du management. Donc, ça veut dire que ça doit se préparer avec les équipes managériales et aussi à l'intérieur d'un ministère, par exemple, ou d'une entreprise, arriver à décliner ça selon les activités. Parce qu'il y a des activités ou des services dans lesquels c'est peut-être plus facile que d'autres de télétravailler, de fixer des objectifs, de permettre de l'autonomie et de la confiance. Dans d'autres cas, ce sera plus compliqué. Donc, pour moi, le gros enjeu du point de vue managérial, c'est comment on va faire à l'avenir
pour fonctionner en mode hybride, c'est-à-dire avec une partie à distance et une partie sur place. Quels sont les moments où je veux que tout le monde soit présent, avec lesquels je veux faire des interactions globales avec toute l'équipe? Quels sont les moments auxquels je donne de l'autonomie à mes collaborateurs, et que ce soit dans les bureaux, que ce soit à distance? Donc, cette idée de management hybride, hein, ça devient un des très, très gros enjeux pour l'avenir du télétravail. OK, merci. Je vois que... Oké. We gaan naar de tweede stelling. De tweede stelling. Ik heb hier een klein zoomprobleem. Koen, misschien een kleine vraag. Ja. Want blijkbaar elke configuratie van Zoom is anders. De handjes, het enige wat ik vind van handjes, zijn om de duim omhoog te steken en om te klappen, maar niet om het woord te vragen. Ah ja, maar je mag gerust, als je het ander niet vindt, want sommige... Het hangt waarschijnlijk van de configuratie af. Ja, maar op de eerste stelling had ik toch nog wel een bijkomende aanvulling. Ja, compliment sur ce que disait François Pichot. D'abord sur les enquêtes, c'est bien de se référer aux enquêtes. Nous avons fait des enquêtes chez nos agents. On en a fait deux et la troisième est en cours, donc après le déclenchement de la crise COVID. Et donc, en fait, ce que l'on comprend des gens, et c'est un peu confirmé dans les interventions, un, les gens veulent à l'avenir travailler plus à la maison, mais de façon relativement modérée. Allez, notre estimation, c'est que le télétravail va à peu près doubler par rapport au passé. En 2019, il y avait un jour sur cinq qui était presté en télétravail en moyenne chez nous, par 70% de nos agents qui avaient télétravaillé. Maintenant, évidemment, tout le monde a télétravaillé, mais notre estimation, c'est que ça va doubler au maximum deux jours et demi, mais certainement pas beaucoup plus. Mais je voulais réagir ou confirmer, en fait, le point de vue que un élément qui est extrêmement important, c'est le management. Moi, je crois dans mon introduction que j'avais dit que les chefs devront se réinventer un peu dans la mesure où c'est toute une autre façon d'agir. Moi, je crois qu'on va d'abord voir qu'avec une autre façon de s'organiser, on aura besoin de beaucoup moins de chefs, ce qui est déjà une économie, hein. Et donc, ça, c'est un élément. Mais ce n'est pas uniquement le chef qui devra se réinventer, hein, aussi l'organisation. Si vous voulez travailler avec une organisation qui est beaucoup plus décentralisée, vous devez avoir un système de contrôle de gestion qui permet de mesurer vos performances. Ce qui veut dire que sur tout ce que vous faites, vous devez avoir des key performance indicators, des KPI. Et donc, je dois vous dire, ça prend un temps avant de l'avoir mis en place. Ben, j'ai vu qu'il y a des participants à la réunion qui sont des contrôleurs de gestion, c'est nous. Ça a demandé 7-8 ans avant d'avoir un système plus ou moins digne de ce nom, avant de l'avoir en place, avec des KPI qui permettent de mesurer la performance. Nous avons d'ailleurs mesuré la performance du télétravail et des gens qui travaillaient chez eux aussi en période de crise COVID. Et ce que nous constatons, et ce que nous mesurons, c'est que généralement pour ce qui est les activités traditionnelles de bureau, que la performance est un peu supérieure à celle au bureau. Évidemment, là où on a des contrôles sur place, etc., c'est différent. Ce qui m'amène à dire que c'est à peu près la même chose au bureau qu'à la maison, parce qu'évidemment, à la maison, vous n'avez pas les réunions, vous n'avez pas la coffee corner, vous n'avez pas un nombre d'éléments qui je dirais, vous n'avez pas votre chef qui vous embête. Et donc, il y a moins d'éléments de distraction ou d'autres activités comme les réunions et autres. Mais ce que nous mesurons, c'est qu'en tout cas, ou qu'en aucun cas, on peut dire que le travail à la maison est moins performant. Mais ce que l'on apprend aussi des enquêtes, c'est que les gens, la première chose qui leur manque, c'est le contact avec l'organisation et leurs collègues. Et donc, il y a vraiment un effort à envisager dans les décennies à venir si on veut maintenir la cohésion de l'organisation. Voilà, merci. OK, dank je wel. We gaan over naar de tweede stelling. We kunnen uiteraard nog lang over telewerk gaan praten, maar de tweede stelling gaat eigenlijk over de toegenomen digitalisering. En dat zegt van door de toegenomen digitalisering zal meer dan 30% van de huidige functies verdwijnen bij de overheid. Jullie kunnen terug opnieuw stemmen, normaal gezien
moet zijn om te stemmen. Dus en raison de la numérisation, plus de 30% des fonctions actuelles dans l'administration vont disparaître. Dat is de stelling. De antwoordalternatieven, de eerste is ja, hè, het zal meer dan 30% zijn. Sommigen zeggen nee, het zal niet zo'n vaart lopen. En het laatste is nee, het zal veel meer zijn dan die 30%. Die 30% is een serieuze onderschatting. On voit les réponses sont plus ou moins équilibrées. Il y a la plupart qui disent oui. Il y a 10 qui disent non, ça ne va pas être si important. Et il y a quelques-unes qui disent que ça va être encore plus important. Goed, we laten de stemming staan. We laten de mensen verder stemmen. Zo zien we ook de evolutie hier, hoe dat het evolueert, de antwoorden. Maar ik wil toch eerst op deze stelling laten reageren. Jeroen Fransen, hè. Ik denk dat u daar een heel goed zicht op hebt, hè, op deze stelling. Ja, zoals altijd, hè, Koen, hangt het een beetje van de interpretatie van de vraag af, hè, wat het antwoord moet zijn. Ik zou kunnen antwoorden dat alle functies zullen verdwijnen. Daar kom ik dadelijk even op terug. Maar als we bekijken hoeveel mensen vandaag in overheidsdiensten werken en hoeveel we voorspellen dat er dat in 2030 nog zullen zijn, dan zien we dat dat aantal eigenlijk stabiel blijft. Dus dat we eigenlijk niet spreken over een zwaar verlies van tewerkstelling in de publieke sector. Volgens onze definitie werken er vandaag om en bij de 430.000 mensen in de brede toepassing van de publieke sector en zullen er dat ongeveer 430.000 blijven. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen in een comfort seat zit. Want achter die twee stabiele cijfers zit natuurlijk een hele dynamiek van een aantal functies die effectief zullen verdwijnen. In je inleiding gaf je al aan ongeveer 20.000 tot 25.000 administratief bedienden in feite die hun profiel niet langer zal gevraagd worden. Dat is zeker zo. Er zit zeker een extra vraag naar profielen met een goede data-achtergrond, profielen met een goede security-achtergrond, profielen die beleid goed kunnen uitleggen en die heel veel proximity met de eindgebruiker hebben. En dus achter die stabiele cijfers van 430.000 zit natuurlijk wel een groep van ongeveer 100.000 profielen waarvan de kernopdracht echt zal veranderen. Waarom gaf ik straks aan dat mogelijk alle functies zullen verdwijnen? De inhoud van alle functies is aan het veranderen. Voor sommige functies is dat wat minder drastisch, voor andere is dat zeer drastisch. Maar ik denk dat we van het begrip functies überhaupt aan het wegstappen zijn. In een van de andere vragen en van de comments alludeerde je er ook op. Het werk zal zich hoe langer hoe meer gaan organiseren rond profielen, rond projecten en rond rollen. En dus het vaste kader van een functie zal in C verdwijnen. Mensen gaan op meerdere projecten tegelijk werken en gaan mogelijk ook meerdere rollen spelen. Gaan mogelijk ook kunnen experimenteren met of een bepaalde rol hen past of niet. Gaan in een project hun rol van de toekomst al wat voorbereiden. Ik ben arbeidsmarktexpert voor Agoria, maar ik werk nu ook heel sterk op artificial intelligence toepassingen, waar dat ik misschien binnen 2-3 jaar wel eens fulltime mee bezig zou kunnen zijn. Dus ik denk dat het begrip functies as such verdwijnt. Ik denk dat de tewerkstelling voor de overheid in zijn totaliteit redelijk stabiel blijft. Maar natuurlijk moeten we duidelijk zeggen dat sommige profielen niet langer gevraagd worden en dat andere profielen natuurlijk veel meer gevraagd zullen worden. En de les die ik daaraan wil verbinden is, laat ons vandaag voorbereiden wat onze rol voor morgen zal zijn.
Oké. Dan gaan we eventjes misschien naar Hans. Vous êtes le président du SPF le plus grand, l'SPF Finance. Est-ce que cette affirmation, ça fait peur pour vous ou c'est plutôt un défi? Je trouve qu'elle est assez prudente. Oui. Dans mon introduction, moi, j'ai dit que si vous regardez ce qui existait il y a 20 ans et ce que les gens font maintenant, il n'y a presque de ce que l'on faisait il y a 20 ans, il n'y a presque plus rien qui reste. Déjà maintenant, donc si vous regardez dans 30 ans, ça sera encore, à mon avis, puisque l'évolution de la société s'est quand même accélérée, ça va encore être plus le cas. Donc, je rejoins entièrement l'idée que, bon, ça sera différent. Deux, je crois que en même temps, effectivement, ce que l'on n'aura pas, c'est quelqu'un qui commence avec une fonction, qui commence sa carrière et qui fera cette fonction pendant toute sa carrière. C'est pour ça que j'ai parlé tantôt de flexibilité, d'être agile et d'être surtout innovatif pour suivre les nouvelles évolutions, d'où la nécessité aussi de faire un upgrading de nos agents pour les permettre de suivre ça. Bon, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Là où j'ai une réticence, c'est par rapport à l'hypothèse, évidemment, ce ne sont que des hypothèses à long terme, qui aura le même nombre d'agents dans l'administration qu'avant, dans la mesure où, évidemment, tu auras aussi l'évolution et la digitalisation de la société, ce qui fait qu'un nombre de missions des autorités publiques va soit être totalement différent, soit être automatisé, soit va disparaître. Quand moi, je vois le poids, je dirais, de l'autorité publique dans le budget global, regardez nos déficits, regardez l'évolution de nos dépenses, je crois qu'en tout cas, à un moment donné, l'autorité publique devra se poser la question ce qu'elle fait encore et ce qu'elle ne fait pas. Et je vais donner un bête exemple. Nous faisons l'enregistrement chez nous des loyers des personnes physiques, des contrats de loyer. La motivation, c'est parce que ça donne une date fixe et donc ça donnerait une sécurité juridique à celui qui loue une maison ou un appartement. Pourquoi prévoit-on vraiment un truc formalisé pour ça, là où dans le reste de l'économie, même des contrats de milliards peuvent être prouvés avec tout moyen de droit. Et donc, ce sont des choses qu'on a créées dans le passé, mais dont je ne suis pas sûr du tout qu'on va les maintenir dans une économie qui sera de plus en plus digitale, qui permettra de toute façon de prouver d'une autre façon les choses. Et donc, moi, je suis convaincu qu'il y aura quand même une réduction de l'autorité publique. Et je crois qu'il faudra certainement aussi tenir compte du fait qu'un nombre de gens qui feront certaines activités, les activités vont disparaître. Alors, bon, je vois dans le chat une question très, très, très intéressante qui dit, bon, mais qu'est-ce que vous faites avec la vieille garde? Est-ce qu'on attend la même flexibilité des gens qui sont fin de carrière? Honnêtement, moi, j'ai vu des gens rigides de 35 ans et j'ai vu des gens très flexibles qui sont dans les 60. Et donc, moi, je crois... C'est plutôt une question de state of mind que d'âge. Et mon argument, et c'est d'ailleurs ce que j'ai tantôt dit dans mon introduction, si nous voulons vraiment des gens qui ont le bon état d'esprit, on va les sélectionner maintenant et c'est dans 20 ou 30 ans que se posera la question. Donc, veillons bien. Ah, peut-être plutôt que de savoir que la littéra D du paragraphe 4 de l'article 1 tel contient une telle ou une telle disposition fiscale dans notre cas, essayons de veiller à ce que les gens disposent effectivement de cette capacité d'être flexible et innovatif. Et dans ce cas-là, ça ne posera pas de problème, je pense. Oké, okay. Ik ga nog eventjes terug naar Jeroen, die wellicht wil reageren op het feit van gaan er nu meer functies of minder functies komen bij de overheid? Ja, ik begrijp natuurlijk dat Hans
zegt dat er toch een efficiëntieverhoging en een stukje een afslanking zou kunnen aankomen. En mogelijk is dat ook zo. Hè. Alleen om die efficiëntieverhoging te kunnen organiseren door digitalisering en andere, gaan we 1 veel tijd nodig hebben. Dat is niet iets wat op 2 jaar gebeurt. Dus we gaan tijd nodig hebben, we gaan ook mensen nodig hebben die dat in uitvoering brengen. Dat is een eerste. Dus dat duurt zeker een aantal jaren. Bovendien kan ook de scope van waar een overheid mee bezig is, verbreden. Het is niet gezegd dat de overheid vandaag of morgen hetzelfde gaat doen dan vandaag. Dus het zou kunnen dat we de dienstbaarheid, de proximity met de burger massaal willen verhogen. En op die basis kan het ook zijn dat we met evenveel aantal mensen zullen blijven werken. Derde is, ja, het zal natuurlijk ook vraag zijn van waar wil de overheid specialist in zijn en wat wil de overheid zelf doen en wat wil men outsourcen. Dus het zijn dat soort bewegingen die de totalen onder de streep zullen maken. Maar ik begrijp zeker, en ik ben ook aanhanger van de idee om de overheid zo efficiënt mogelijk te organiseren en zo comfortabel mogelijk voor haar mensen natuurlijk. Oké, ik denk dat we daar allemaal moeten naar streven. François, est-ce que vous voulez aussi réagir sur les deux réactions? Oui, en fait, on est dans un débat qui n'est pas nouveau. Hein. Je veux dire, toute cette question de l'influence des technologies sur l'emploi, c'est très, très ancien. Il y a eu la célèbre étude de Frey et Osborne qui a effrayé tout le monde, prévoyant un séisme dans l'emploi lié à la digitalisation. Vous avez, si vous voulez vous amuser, vous avez le site Will Robot Takes My Job? Et vous pouvez taper votre profession et voir ce qu'elle va devenir avec l'intelligence artificielle, et vous avez des projections quantitatives. Moi, je suis très réservé par rapport à des visions assez déterministes comme celle-là, qui dirait, voilà, ça va disparaître, il y aura 30%, il y aura 50% de jobs. Je pense que toutes les enquêtes, et nous avons eu la chance de faire une grosse étude prospective avec un opérateur de télécommunications en France sur la de ces jobs, et on voit bien que ce qui est en train de se préparer, c'est plutôt une transformation des jobs, mais pas une disparition pure et simple. Et cette transformation nous amène vraiment à la question des compétences. C'est finalement de quel type de compétences va-t-on avoir besoin dans un environnement artificial intelligence ou robotisation, etc. Et on voit que là, il y a finalement 3 types de compétences qui vont devoir être articulées. Alors, on a beaucoup parlé des soft skills. Alors oui, il en faudra, mais très franchement, on se rend compte qu'on a peut-être eu tendance à un peu surévaluer cette idée des soft skills. Ce que nos travaux de recherche arrivent à montrer, c'est qu'en tout cas, il est très important aussi d'avoir une combinaison de 2 autres types de compétences, bien sûr des compétences digitales pour tout le monde, mais des compétences métiers. Et les compétences métiers, on les oublie un peu aujourd'hui, parce qu'on met tellement l'accent sur le digital et sur le soft, qu'on se dit, mais qu'est-ce qui reste des compétences métiers? Et ça va être très, très important. Je vous prends un simple exemple. On a évoqué les finances et des contrôleurs de gestion ou les comptables. On continue, malheureusement, dans une école de gestion comme la mienne, on continue à les former comme s'il n'y avait pas intelligence artificielle et comme si on allait faire le métier de comptable à l'avenir de la même manière. Bien sûr, ça ne va plus être de la même manière, mais il est nécessaire d'avoir une expertise métier. Et ce qui va se passer, c'est effectivement d'avoir des personnes qui vont devoir expliquer les résultats sortant de l'intelligence artificielle, les interpréter, conseiller, avoir donc évidemment des soft skills nécessaires pour faire cela, pour communiquer avec les personnes, pour éduquer l'IA, etc. Donc, on a bien besoin des 3 types de compétences, des compétences soft, bien sûr, minimal, des compétences digitales, minimales, mais aussi une réinvention des compétences métiers qui doit s'adapter à ce nouvel environnement. Donc, je suis
plutôt partisan de la thèse de la transformation et de la transformation qui va être très dépendante du type de contexte dans lequel on est. Est-ce qu'on est dans un service public très proactif en la matière? Est-ce qu'on est dans un autre plus prudent, etc.? Donc, le contexte a aussi beaucoup, beaucoup d'importance. Et je suis moins partisan d'une thèse très déterministe qui consisterait à dire « la technologie va détruire inévitablement X ou Y % d'emplois. » Hein, je crois qu'il faut être très, très prudent par rapport à ces prédictions. Ok, dankjewel. Ik denk dat het een mooie overgang is naar eigenlijk onze volgende stelling. En onze volgende stelling gaat eigenlijk over dat welzijn. Dus mensen gaan misschien hun job anders invullen, maar dat mentaal welzijn, wordt dat nu de komende jaren de grootste maatschappelijke uitdaging of overdrijven we dat allemaal een beetje? Voor de mensen die later ingelogd zijn, jullie kunnen nog altijd surfen naar www.wooklab.com/jtdigo voor mee te doen aan de voting. Donc pour les gens qui sont logés plus tard, vous pouvez aller sur wooklab.com/jtdigo. Voilà. Ik zie dat er al een aantal stemmen zijn. Het ja heeft duidelijk de bovenhand hier. 26 die toch ja zeggen. Dat is denk ik een vrij duidelijk beeld. Ik denk misschien dat de mensen ook niet zo snel nee zullen zeggen. Eline, denk jij dat mentaal welzijn nu de belangrijkste uitdaging wordt? Wel, mentaal welzijn, daar vallen veel verschillende zaken onder. Ik denk dan spontaan aan jobtevredenheid, dus zowel algemeen als op verschillende facetten van het werk. Denk ook aan burn-out, bore-out en misschien even inzoomen op burn-out. Ik denk dat de meesten wel weten dat dat gedefinieerd wordt als de goede balans tussen werkvereisten en energiebronnen. Ja, dus werkvereisten zijn dan tijdsdruk, aantal uren werk, slechte work-life balance, eenzaamheid op het werk bijvoorbeeld. En dan die energiebronnen zijn steun van uw collega's en van uw manager, autonomie, controle over uw job. En als die balans niet goed zit, als je werk meer van je eist dan dat je er energie uithaalt, dan heb je risico op burn-out. Om enkele cijfers te geven, dus mijn collega's van de KU Leuven hebben gevonden dat in de werkende bevolking in Vlaanderen 7% kampt met burn-out klachten en dat 9% in de gevarenzone zit. Dus het gaat dan over 460.000 werknemers. Blijkbaar is het aantal mensen dat langer dan een jaar thuis zit door een psychische aandoening gestegen op 5 jaar tijd met 39%. En dat is vooral door mensen met burn-out. Dus is het belangrijk om daar meer aandacht voor te hebben? Ja, denk het ook. Of dat nu de grootste maatschappelijke uitdaging is, daar ga ik mij niet echt voor uitspreken. Dan is er nog de vraag van hoe gaan we dat dan doen? En dan ga ik terugkomen op wat ik daarnet eigenlijk al gezegd heb. Een goede job is voor iedereen anders. Dus om het mentaal welzijn te verhogen, moet je kijken naar persoonlijk wat een bepaalde persoon verkiest en wat dat ze hebben. Dus ik denk het beleid om mentaal welzijn te gaan verhogen, dat bestaat niet. Maar het is belangrijk om rekening te houden met individuele voorkeuren van werknemers. Uit onze enquête bij Vlaamse werknemers bleek wel dat door de crisis dat werknemers aangeven om eigenlijk in de toekomst moesten ze een nieuwe job gaan zoeken, gaan rekening houden, meer belang gaan hechten aan bepaalde zaken, zoals, en loon is daar zeker, is daar geen van, maar meer zo de werkomstandigheden, evenwicht tussen werk en privé, de mate waarin dat de werkgever rekening houdt met de persoonlijke wensen en ook bijvoorbeeld de mate waarin thuis kan gewerkt worden. En we zien dat bij de overheid zelfs ook, dat die daar ook als sector hoger scoorden dan gemiddeld, die mate om bijvoorbeeld van thuis te kunnen werken. Maar ook in het algemeen de mate waarin de werkgever rekening houdt met de persoonlijke wensen. Dus ik ben er zeker mee akkoord met de stelling. Het is een grote maatschappelijke uitdaging, maar of het de grootste is, dat laat ik niet in het midden. Oké, ik onthoud dat het belangrijk is van de job aan te passen aan de mensen. Ik zie ook in de chat de juiste mensen op de juiste plek zetten.
Mais est-ce que c'est faisable, Hans, de mettre toujours les gens sur les bonnes places? Vous savez, il y a les principes et il y a la réalité. Évidemment, enfin, à nouveau, je parle évidemment en tant que responsable d'une grosse boîte, et donc là, de toute façon, c'est jamais possible d'avoir à 100% les gens qui à l'endroit où ils doivent venir, mais on peut essayer d'y arriver. Et je dirais, moyennant un peu, je dirais, un peu de temps, ça doit être possible aussi d'aller quand même dans cette direction. Maintenant, au niveau du principe que les gens doivent être au bon endroit et avoir le même boulot, à nouveau, il faut partir du point de vue que demain, le job qui sera fait par les gens sera beaucoup moins monochrome et stéréotype qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ça veut dire donc que, non pas uniquement du point de vue que les gens travaillent à la maison, seront moins au bureau, il y a un autre type de connexion avec les gens que maintenant, mais donc ça nécessitera une autre approche de la part de l'organisation, que ce soit par le biais des chefs ou non. Un élément, ce qu'il faut éviter, en tout cas à mon avis, c'est de venir avec un modèle prédéterminé dont on croit que c'est le bon modèle. Allez, moi j'ai vraiment peur de discussions, et je prends quelque chose de très populaire, la déconnexion. Je crois personnellement qu'un travailleur qui estime qu'à un moment donné, il doit pouvoir dire, OK, j'ai droit à la déconnexion, qu'on fixe des minima au sein desquels il peut l'exiger, et ça doit être possible, absolument d'accord. Mais I'm sorry, je connais aussi des gens qui deviendraient fous, hein, si on les oblige de déconnecter. Le problème, c'est que nos chefs doivent être chefs de toute une autre façon. Il faut aussi des chefs qui osent dire, enfin, l'année dernière, moi j'ai dit à un collaborateur excellent d'ailleurs, qu'il était obligé de prendre 2 ou 3 semaines de congé. Et je lui ai dit, si tu ne le fais pas, tu vas droit sur un burn-out. Ça, les chefs doivent voir l'être humain derrière le collaborateur. Parce que, allez, on parle toujours, est-ce que les gens vont se sentir bien, etc. Mais il y a une nécessité économique derrière. On est devant un war for talent. Et donc, en fait, allez, je dirais, la human connection qu'on aura avec un collaborateur sera vraiment un élément dans la rétention de collaborateurs. Et les employeurs qui ne le font pas et qui n'ont pas cette connexion avec l'humain et qui ne verront pas les besoins de l'humain, ils vont simplement ne plus trouver des collaborateurs. Hein. Ça ne va pas durer 20 ans parce que la pression sur le marché du travail viendra beaucoup plus vite. Et donc, je crois qu'il faut surtout, dans l'organisation, inclure, je dirais, des instruments permettant pour chaque collaborateur de voir un peu où se trouve son bien-être. Et ça nous obligera en tant qu'autorité publique, c'est une horreur hein, de ne plus pouvoir travailler avec des templates fixes, mais ça nous forcera d'approcher nos collaborateurs. Je vois que Ryun est en train de sourire, mais ça nous forcera d'approcher nos collaborateurs de façon beaucoup plus individualisée et beaucoup plus humaine. Ja, Jeroen, jij wilde daar nog iets aan toevoegen, dacht ik. Ja, absoluut. Dus, we zeiden dat voor telewerk, we zeggen dat voor mentaal welzijn ook. Er is geen one size fits all. Er is geen recept dat voor iedereen werkt. En ik onthoud ook, Hans, dat je zegt van ja, we moeten niet te snel in structuren denken. Toch wil ik met één structuur komen die mij regelmatig helpt als ik bedrijven coach. En dat is het werk te organiseren op een 70-20-10 basis. En pak me dus niet op die aantallen, hè, op die 70 of die 20. Maar het principe is eigenlijk het volgende. Je gaat eigenlijk je hoofdtaak, daar ga je 70% van je tijd ongeveer aan besteden. Maar je gaat eigenlijk wel 20% van je tijd diversifiëren. En je gaat eigenlijk gedurende 10% je rol van de toekomst voorbereiden. Alleen, wat is daar heel belangrijk in? Mensen zijn vaak angstig voor de toekomst, zeker als we zeer flexibel
aan het veranderen zijn en mensen willen eigenlijk zekerheden gaan inbouwen. Dus men zal eigenlijk vasthouden aan die 70%. Toch vind ik die 20 en 10 voor de toekomst al heel belangrijk. En een essentieel gegeven daarin is dat failure daar eigenlijk een beetje een optie is. Eigenlijk is dat een experimenteel terrein waar dat de overheid naartoe gaat, waar dat ik als medewerker van de overheid is wil gaan snuffelen, is wil gaan kijken of mij dat goed bevalt, ja of nee. En natuurlijk gaan we in de meeste experimenten voor succes gaan, maar failure moet ook een option kunnen zijn. Hè. Dus als we aan de ene kant heel veel flexibiliteit van mensen vragen, moeten we hen aan de andere kant ook zoveel mogelijk zekerheden geven en moeten we dat experiment durven laten gebeuren in feite. Oké. Lars, failure moet een optie zijn. Wat denk jij daarover? Ik denk dat dat effectief ook wel zo is. Wat ik wel over spreken is ook het feit dat hier gaat over de komende jaren een grote maatschappelijke uitdaging. Maar ik denk dat de voorbije jaren ook al een hele grote maatschappelijke uitdaging en een grote maatschappelijke kost heeft meegebracht. We hebben daarnet in de chat ook wel een statistiek zien passeren van het aantal ziektedagen, bijvoorbeeld bij federale ambtenaren die geleerd waren aan stress en burn-out. Ik denk dat er 230.000 op een jaar waren. Dus het is niet iets dat de komende jaren nog groter zal worden. Dat kan dat groter wordt, maar het is al altijd een thema geweest. Ik denk dat we hier met een aantal mensen zitten die wel gelijkgestemd zijn en die erkennen wat het belang is van een HR-beleid om hier een antwoord aan te bieden of om te zorgen dat er voldoende aandacht is. Maar tegelijk zien we ook wel een trend om meer naar, in plaats van diensten, personeel en organisatie, meer naar diensten, ondersteunende diensten te gaan, waarbij dat de keuze wordt gemaakt door het management om vooral de kerntaken te versterken binnen die ondersteunende diensten en misschien minder de nadruk te leggen op strategische keuzes, HR-beleid, welzijn. En ik denk dat er daar een grote valkuil zit voor ons als overheid, waar dat we de voorbije 10 jaar misschien meer belang hechten aan HR en PNO en strategisch beleid, dat we die doelstelling echt wel moeten volhouden de komende jaren en blijven investeren in een echt HR-beleid met voldoende aandacht voor het welzijn van de medewerkers, zeker met de evoluties die voor ons staan. Maar het is niet een uitdaging voor de komende jaren, het is een blijvende uitdaging. Ik denk dat daar een belangrijk aspect ligt. En natuurlijk, falen moet kunnen, maar ik denk dat we daar straks ook al over zullen hebben, misschien nog in de tijd die rest. Maar dat hangt allemaal samen met de autonomie die we geven aan onze medewerkers. En als we autonomie geven, dan moeten we er inderdaad mee om kunnen dat mensen eens een fout maken, een experiment doen, iets uitproberen dat niet slaagt. Daar leren we ook uit, natuurlijk. Ja, inderdaad. Goed, ik zie dat de tijd vordert, dus we gaan proberen om toch nog zeker één stelling te behandelen. De volgende stelling sluit eigenlijk een beetje aan bij wat Jeroen daarnet zei, ook van binnenkort het 70-20-10, dat mensen rollen gaan opnemen. Dus over 10 jaar zal er geen overheid meer zijn in FOTS en POTS en parastatalen, maar zijn vooral mensen die freelance werken en rollen zullen opnemen in verschillende organisaties. Donc, ici, la question c'est dans 10 ans, le personnel d'administration va plus travailler dans un FOT ou un POT, un SPF, un parastatal, mais va plutôt être constitué de freelance qui assumera des rôles et travailleront dans différentes organisations. Dus daar zie ik toch de overgrote meerderheid die daar nee op antwoordt. Dus de meesten zeggen daar nee, dat zal niet het geval zijn. Wacht nog even af op nog een paar reacties. Oké. Ik denk de evolutie of de stemming is vrij duidelijk. Hè? Dus Jeroen, dat sluit eigenlijk een beetje aan bij wat jij daarnet zei. Het is zo dat
die rollen en die functies, dat is toch wel een belangrijk discussiepunt, een belangrijke verandering die te verwachten valt. Ja, ik denk dat het lastige woord hier freelancers is. Ja. Daar hebben we niet zo'n goede connotatie mee. En dat is denk ik ook niet het Nederlandse ZZP-systeem, zelfstandigen zonder personeel, is ook niet de wereld waar dat we hier naartoe moeten. Ik geloof wel dat Eline gebruikte straks ook, flexibiliteit zette zij ook meteen in haar introductie centraal. Ik denk dat wij moeten vertrekken vanuit de inzetbaarheid van mensen. Op welke authentieke kwaliteiten leunt iemand en hoe ontwikkelt zij of hij die authentieke kwaliteit? En dan gaan kijken op welke projecten kan ik die kennis, die goesting, die ervaring, kan ik die gaan inzetten. Als dat doorheen heel de carrière op één functie zal zijn, dat gaat niet meer gebeuren. In het verleden hebben we altijd die functies ingevuld met dezelfde profielen, dezelfde taken, en die mensen gingen dan ook nog vaak hetzelfde gekleed. Hè. Daar moeten we vanaf. Hè. We gaan naar projecten waar dat je eigenlijk deel van uitmaakt op basis van diversiteit. Omwille van het feit dat ik in dat project iets kan garanderen, maar bijvoorbeeld een andere taak daar niet in kan uitvoeren, waar ik een diverse collega voor nodig heb. Dus functies gaan uit van gelijkheid, projecten en rollen gaan eigenlijk uit van complementariteit. En dat vergemakkelijkt de HR-puzzel er zeker niet op. Maar ik denk dat dat voor de sustainable employability, voor de duurzame inzetbaarheid, dat wel the way forward is. Hans, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable pour nous comme administration qui a encore des descriptions de fonctions, des modèles de compétences et des profils compétences? Oui, c'est-à-dire pour ce qui concerne le fait de bétonner tout ça dans des règlements et dans des réglementations, je rejoins la question, mais je la poserai à Boza. Mais honnêtement, ce dont on aura toujours besoin, et tout en partageant d'ailleurs l'observation que si la question avait été posée différemment, la réponse aurait été complètement différente aussi, je crois. Ce dont on aura toujours besoin, c'est qu'il y a des fonctions. Pour certaines fonctions, on aura besoin de certaines compétences et à ces compétences correspond un profil de connaissance ou de formation. Ça, allez, c'est les competition framework qu'on a aussi au niveau européen, par exemple dans le monde douanier, nous sommes en train de les introduire pour toute notre organisation. Je peux déjà vous dire que c'est un chantier énorme, mais c'est utile dans la mesure où on sait au moins tout de suite coller, quelqu'un veut faire ça, bon, est-ce que la personne a besoin d'autres formations, etc. Effectivement, quand on parle de freelancer, l'idée c'est, bon, quelqu'un qui fait quelque chose et qui quitte l'organisation ensuite. Si on avait posé la question en disant, et je reprends un peu ce qui avait été dit par quelqu'un dans le chat, dans 10 ans, la partie des agents publics qui font toujours le même job sera beaucoup plus réduit et la partie des gens qui font des tâches variables et qui font régulièrement d'autres choses sera plus grand, la réponse serait probablement inverse. Moi, je suis convaincu que là où maintenant, quand j'entrais, fin du Moyen-Âge, dans le secteur public, quelqu'un entrait dans l'administration, il y avait beaucoup de gens qui, pendant toute leur carrière, faisaient le même job. C'est déjà clair que maintenant, que qui que ce soit qui entre maintenant dans le secteur public devra au moins 3 ou 4 ou 5 fois se réinventer et faire toute autre chose. Et l'atout ou le défi sera notamment maintenant de prévoir que les gens qui entrent sont à même, et pas 3 ou 4 fois dans leur carrière, mais sont à même d'avoir d'être suffisamment agile, d'avoir la flexibilité et d'avoir aussi, je dirais, la formation et l'accompagnement, le coaching, pour faire d'autres. Des projets successifs plutôt que des missions permanentes pendant une longue durée. D'ailleurs, ça peut être beaucoup plus motivant pour les agents également.
Ok. Je pense, oui, on est tous d'accord que la fonction comme il existe maintenant va disparaître. Mais François, est-ce que vous pouvez dire comment ça va être alors dans l'avenir? Comment on va travailler alors? Je ne sais pas si je peux dire comment ça va être dans l'avenir, mais donc je crois qu'on a tous les mêmes réflexions sur la formulation de la question. Hein. La question elle est sans doute trop radicale telle qu'elle. Maintenant, si très franchement, on fait le point en se disant, si on fait une photographie aujourd'hui de l'administration et on se dit, est-ce que vous n'êtes pas en train d'utiliser dans vos propres départements des consultants, des prestataires de services, des sous-traitants, des travailleurs qu'on appelle body shoppés qui viennent de sociétés informatiques et qui viennent rejoindre les rangs des départements informatiques. Là, on va se dire que vraisemblablement, c'est déjà la situation présente dans beaucoup de départements. C'est le cas aussi dans beaucoup d'entreprises. Hein. Quand je pose la question à des DRH, à des directeurs de ressources humaines, ils me disent oui, on a déjà des gens comme ça. Mais quand je leur dis combien, la réponse est souvent évasive parce qu'ils ne savent pas exactement. Qui travaille. Pourquoi? Ben parce que ça passe par le département des achats, ça passe par des project managers qui font directement de l'achat de prestations de gens qui viennent de l'extérieur. Et donc, il n'y a pas de vue globale là-dessus. Et pour moi, c'est ça le grand défi aujourd'hui, c'est de se dire on va de plus en plus évoluer vers l'emploi de talents qui ne seront pas seulement engagés à l'intérieur de l'entreprise ou de l'administration, mais également de l'achat, en quelque sorte, d'activités, de talents externes. D'ailleurs, toutes les statistiques le montrent aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle les IPRO, les Independent Professionals, donc qui sont les nouveaux type d'indépendant, pas le notaire, l'avocat, mais le consultant, le formateur, l'ICT, etc. Ben, tous ces gens-là sont en train de grimper de manière exponentielle dans tous les pays européens. Donc, il y a une grande explosion hein, de ce genre d'emploi et ça va concerner inévitablement l'administration publique. Et donc, l'enjeu pour l'administration publique, c'est d'avoir la big picture, c'est d'avoir la vue globale, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le Total Workforce Management ou le Total Talent Management. Donc, avoir finalement, ne pas être seulement focusé sur ses talents internes, mais d'avoir une vision globale de l'ensemble de la workforce d'arriver à gérer la coexistence entre des personnes internes qui ne feront pas nécessairement toujours le même job toute leur vie, ça bien entendu, mais également des personnes externes qui seront là pour des projets, qui vont passer d'un projet à l'autre. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à garantir encore le fonctionnement du service public avec toutes ses règles, avec ses principes d'équité, porte, etc. Florence. Lorsqu'on est dans un fonctionnement où on aura une main-d'œuvre de plus en plus hybride, blended, hein, ça me semble être un des gros, gros enjeux qui vont apparaître dans le futur. Donc, on ne va pas avoir une administration entièrement constituée de freelancers, mais une administration qui sera avec une population beaucoup plus hybride, avec des gens externes, des gens internes, des travailleurs spécialisés, qualifiés, qui viennent de l'extérieur, de sociétés de conseil, de plateformes ou des freelancers, ça certainement, il y en aura de plus en plus. Ok, ik denk inderdaad, de huidige crisis heeft bijvoorbeeld wel aangetoond dat er wel flexibiliteit is. Hè. De medewerkers die Sophie heeft hier aan in de chat, die bijvoorbeeld met de Special Federal Forces te werk gesteld zijn tijdens de crisis voor de hulpkast voor werklozen, waar dat ze ineens een groot tekort hadden. Dat is heel goed gelopen. Dat is waren direct heel wat vrijwilligers om op korte tijd zich in te werken in een nieuwe materie. Dus ik denk dat er zeker mogelijkheden zijn. We gaan over naar de laatste stelling. De allerlaatste gaan we niet doen voor tijdsgebrek, maar we gaan denk ik nog eentje doen die een keer een ander aspect belicht, die denk ik ook belangrijk is. En dat is het aspect van de diversiteit. En dat zegt van over 10 jaar zal het overheidspersoneel een mooie afspiegeling zijn van de samenleving. Donc, en disant la composition du personnel de l'administration sera le reflet démographique de la société.
Dus dat is een vraag. Ik denk, nu, momenteel, hebben we daarnet gezien in een aantal grafieken dat daar nog heel wat werk aan de winkel is. Zeker als we dan naar de topfuncties kijken. En dan is de vraag of dat binnen 10 jaar wel zo zal zijn. En dan zien we een vrij mixed beeld voorlopig. Dan zien we dat ja-antwoorden ietsje hoger zijn dan de nee-antwoorden, wat dat toch opgevend is, denk ik. Hè? Ja, Lars, hoop jij ook dat dat zo zal zijn? En denk je dat het zo dat we daar naartoe kunnen gaan? Ik hoop dat en ik geloof daar ook in. Dus ik denk dat we nu ook al zien dat er een stijgende trend is van mensen met een migratieachtergrond die solliciteren. Die sowieso op de arbeidsmarkt komen, dat is al een eerste zaak, maar die ook solliciteren voor een job bij de overheid. Zowel in administratieve functies, waar we dan eerder zien dat er vrouwen met een migratieachtergrond zijn, als in technische functies, ingenieursfuncties, technisch deskundigen, zien we dat er ook meer mannen met een migratieachtergrond solliciteren. Uiteraard willen we, net zoals voor mensen zonder migratieachtergrond, dat er daar een evenwicht is, maar we zien dat de mensen met een migratieachtergrond wel actief aan het solliciteren zijn en in dienst treden bij de overheid de laatste jaren. We zien in selectieprocedures ook dat er meer en meer kandidaten zich aandienen met een migratieachtergrond. Daarnaast zie je ook een toename van het aantal vrouwen in hogere functies. Dus daar is ook een stijgende trend die wel in de topfuncties zich niet helemaal doorzet. Dus daar zijn er blijvend wel inspanningen nodig. Ik denk dat er vorige week nog een infosessie was van TopSkills voor vrouwen in hogere functies, in managementfuncties. En ik denk dat dat wel iets is waar we aandacht voor moeten blijven hebben om daar mensen toe te leiden, vrouwen toe te leiden tot die hogere functies, of tenminste tot de selecties. Want daar knelt het schoentje eigenlijk. De deelname is er niet altijd. Als ze deelnemen, hebben ze evenveel kansen natuurlijk. Maar daar is er wel een bijkomende inspanning nodig. Voor jongeren, in dienstreding van jongeren, is er ook wel een stijgende trend nu. En er wordt ook heel veel aangeworven de laatste tijd met startbaanovereenkomsten. Een heel efficiënte, snelle manier om functies in te vullen. Ik denk dat we daar ook blijvend moeten op inzetten. We zien ons daar misschien een beetje geremd door de inspectie van financiën bijvoorbeeld, die daar een bepaalde idee over heeft. Maar voor de overheidsdiensten zelf is het natuurlijk wel een snelle, efficiënte manier om jongeren een eerste werkervaring te geven binnen de federale overheid. Wat dat zich vaak dan ook kan doorzetten in een structurele tewerkstelling. Via statutaire selectieprocedures bijvoorbeeld. Wat dat voor mij de grootste uitdaging blijft, en waar ik in de 10 jaar in de sector nog niet echt een antwoord op gevonden heb, is de tewerkstelling van personen met een beperking. Daar is het erg moeilijk om voor duurzame tewerkstelling te zorgen. We zien dat er daar eigenlijk te weinig instroom is in onze selectieprocedures. Dus het is niet dat we ze niet kunnen aanwerven, ze bieden zich ook niet aan in de selectieprocedures. En daar zit het echt wel met een knelpunt. En weet ik niet goed hoe dat we daar in de toekomst wel een antwoord kunnen opbieden. Oké, dank u Lars. Ik denk dat jij een mooi overzicht gegeven hebt van verschillende groepen waar dan we een inspanning voor doen. Misschien nog even als laatste Jeroen. Denk jij dat het mogelijk zal zijn om een demografische weerspiegeling te hebben? En hoe zit dat met die verschillende groepen die nu nog niet of te weinig aan bod komen? Het moet een demografische weerspiegeling zijn. Het zal een demografische weerspiegeling zijn. Maar er is voor mij één hoofdreden die ons hindert om dat te realiseren. België is macro-economisch gezien bij uitstek het land waar de mensen 0 niet werken of 1 volle bak werken. In vergelijking met andere Europese landen gebruiken wij flexibele regimes veel minder. Volgens mij moeten wij in een arbeidsmarkt van schaarste niet langer onze functievereisten en dergelijke centraal stellen, maar moeten we eigenlijk kijken wat de kwaliteiten en de beschikbaarheden van mensen zijn en hoe we die kunnen inzetten op projecten die we aanbieden.
Dus eerder dan kijken van voldoet die persoon aan mijn ideaalplaatje, ja of nee, kijken van oké, welke kwaliteiten heb ik hier voor mij, welke interesses zijn er om die kwaliteiten nog verder te ontwikkelen, de inzetbaarheid te verhogen, en welke beschikbaarheid hebben die mensen. Ik kom dan eigenlijk typisch met het voorbeeld van, Lars heeft het gezegd, de activiteitsgraad van allochtonen is in ons land lager dan het Europese gemiddelde. Hetzelfde geldt voor vrouwen. En natuurlijk in extenso ook voor allochtone vrouwen. Die vrouwen, als ik toch even in clichés mag vervallen, die zetten de zorg voor kinderen en familie op de eerste plaats. Als je daarna in een keuze, voor een keuze komt om dan te gaan werken, allez, bedoel, die komen altijd of quasi altijd in die nul terecht. Wij gaan die eigenlijk altijd door dezelfde mal halen. Ik ben er zeker van dat daar dames zijn die voor 30%, voor 70% ook effectief werk willen doen. Hetzelfde geldt voor mensen in burn-out. Ofwel ben je vaak, niet altijd, maar vaak ben je ofwel ziek, ofwel blijf je werken. Maar welke taken zou ik terug gedeeltelijk kunnen opnemen? Wat zou ik kunnen bijdragen aan een aantal projecten? We denken nog veel te weinig in die optiek. Dus veel meer vertrekken vanuit welke beschikbaarheid is er, welke talenten zijn er, welke interesses zijn er, en hoe kunnen we die optimaal over de verschillende opdrachten die we aan te bieden hebben, hoe kunnen we die optimaal inzetten? Oké, ik hoop volgende keer in ieder geval, als we binnen 10 jaar zo'n panel doen, dat er ook wat meer diversiteit zal zijn. Hè, want in dat opzicht hebben we denk ik ook nog een stap te zetten. Goed, het is helaas tijd, het is 12:30. Het was denk ik een zeer boeiend debat, zeer, zeer interessante meningen van iedereen. Dus ik wil zeker alle sprekers bedanken. Hans Dont, François Pichot, Jeroen Fransen, Elie Boens en Lars van der Kerkhove, bedankt om hier bij ons jullie mening en jullie ideeën te delen. Ik denk dat het zeker voor het publiek zeer verrijkend was. Voor mij was het zeker alleszins zeer verrijkend. Voor de anderen is het zo dat we in de namiddag verder gaan. Dan kunnen jullie terug meevolgen in het grote auditorium naar de andere sprekers voor degene die vanmiddag nog willen meevolgen. En daar zullen ook een korte samenvatting gegeven worden wat in de andere sessies wordt gegeven. Maar nu, iedereen smakelijk eten en hopelijk tot binnenkort. Dag. Tot ziens. Dag. Tot ziens. Merci beaucoup. Au revoir.